Kinderen in Puiflijk konden gisteren hun hart ophalen aan een bijzondere sport. In sporthal De Lier konden ze namelijk meedoen aan een proefles freerunnen. Kinderen vanaf 8 jaar waren welkom bij deze combinatie van turnen en atletiek. En ze waren heel erg enthousiast. Het is heel creatief en je leert er heel veel van. En ja, het is ook heel sportief en je kunt veel kunstjes doen en trucjes. En dat vind ik heel leuk om te doen. Ja. Lege perrons op het busstation van Nijmegen. Behalve een Duitse bus was er geen enkele stads- of streekbus te bekennen op het normaal zo drukke stationsplein. Reden was de staking van de buschauffeurs. Ze komen vandaag massaal in actie voor betere arbeidsvoorwaarden, lagere werkdruk en een hoger salaris. De 5 buslijnen van buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen reden wel gewoon. De kleine buurtbussen verzorgen onder meer het vervoer tussen Beuningen en Wijchen en tussen Malle en Bergendal. De parkeergarage in Wijchen is officieel geopend. Sinds november konden mensen de auto er al parkeren, maar vanaf deze week is de garage volledig open. De garage heeft 220 plekken en er zijn 4 oplaadpunten voor elektrische auto's. Nu deze garage officieel open is, wordt de parkeergelegenheid bij het Wijchens kasteel afgesloten en kan er begonnen worden met de herinrichting van de kasteeltuin.